Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Mijn gast vandaag is D'Angelo Trustful. Hij is een jongeman van 14 jaar oud en hij heeft een boek geschreven met als titel Hoop. Daarover gaan wij met hem babbelen vandaag in Q-Time. What made is a little Q-Time. Dag D'Angelo, welkom in Q-Time. Leuk dat je even tijd vrij maakt om ons wat meer te vertellen over je... Je laatste productie of je eerste productie. Laten we alvast kennis maken met jou. Vertel ons wat meer over jezelf. Ik ben D'Angelo Trustful. Ik zit op de Christus Koningsschool. Mijn hobby's zijn acteren, schrijven en ook lezen. Oké, tegenwoordig kom je niet veel jonge mensen meer tegen die schrijven en lezen als hobby hebben. Dus wat hebben je moeder en je vader gedaan met je om dat erin te krijgen? Ja, toch wel. Eigenlijk, misschien bij het begin vond ik lezen niet zo leuk, maar mijn ouders hebben me ook echt gezegd dat, ja, je moet lezen. Het is heel belangrijk. En lezen is ook wel heel leuk. Oké, wat is de jongste herinnering van jou, nee, de oudste herinnering van jou over een boek dat je hebt gelezen dat je leuk vond? Ik ben nu bezig het boek te lezen, Hoe duur was de suiker? Ja, oké. En die ervoor en die ervoor? Wat voor soort boeken vond je interessant? Nou, laat me even nadenken. Volgens mij hiervoor las ik... Ik ben het even vergeten. Volgens mij een schoolboek. Oh, oké. Okay. Maar schoolboeken telden niet in deze vraag, hoor. Oh, oké. Okay, van de bibliotheek. Oké. Okay. Dat is wat anders. Maar goed. Los van het feit dat het dus uniek is dat een tiener van jouw leeftijd, want je bent 14 jaar oud, lezen leuk vindt, gaan ze zeker niet allemaal achter hun bureau zitten om een boek te schrijven. Dus hoe is dat gekomen bij jou? In de vierde klas van de lagere school had ik een klein stukje geschreven over vrouw en arm. En mijn ouders vonden het leuk, mijn oma vond het leuk. En tijdens de COVID-periode, toen ik eigenlijk geen school meer had, toen besloot ik om verder te schrijven. Door eigenlijk de ondersteuning van mijn ouders. En zo is het boek eigenlijk gekomen. Oké, en waarover ging het? Vrouw en arm? Heb ik het goed gezegd of gehoord? Jawel. Oké, okay. En jawel. Vrouw en arm. Vrouw en arm. Wat is dat? Vrouw en arm. Ik had daarover dan een stukje geschreven, met die twee woorden. Oh, oké. Okay. Dus gewoon een vrouw en een arm. Ongeveer? Jawel. Oké. Okay. Wat had je geschreven over een vrouw en een arm? Mag ik dat ook weten? Jawel. Daarover gaat het boek eigenlijk ook een beetje. Het gaat over een moeder die haar kinderen ten adoptie stelt, omdat ze... eigenlijk de kinderen niet meer de zorg kan geven die ze nodig hebben. Mm-hmm. Oké, okay. En wat gebeurt? Dus eigenlijk ben je doorgegaan met het boek waar je bent gestopt met het stukje van het verhaal toen? Jawel. Okay. Maar het is eigenlijk best een zwaar onderwerp, een moeder die haar kinderen ter adoptie afstaat. Hoe kom je erop? Ik weet het eigenlijk niet. Het kwam eigenlijk gewoon tot me. Oké, okay, maar is het een dramaverhaal of heb je er ook nog een beetje een leuk verhaal van gemaakt? Het is wel een dramaverhaal, maar het heeft ook wel zijn leuke momenten. Oké, okay, maar heeft het ook een happy ending? Jawel. Oké, okay. Maar je gaat ons niet vertellen wat die happy ending is. We moeten het lezen, hè? Dat is zo. Oké, okay. D'Angelo, vertel ons een beetje over het traject van het boek schrijven. Wanneer ben je begonnen ermee? Hoe lang heb je erover gedaan? Heb je aan één stuk doorgeschreven? Hoe was het proces van schrijven zelf voor jou? Ik was begonnen met schrijven een beetje tijdens de COVID-periode. En eigenlijk net toen de COVID-periode een beetje afgelopen was, toen was ik klaar. Oké. En uit hoeveel hoofdstukken bestaat het boek? Volgens mij, ik wil het even vergeten, volgens mij 12. Oké, is goed. Heb je in het proces ook met vriendjes en vriendinnetjes gesproken over het feit dat je een boek aan het schrijven was? En wat was hun reactie? Heb je hun reactie ook meegenomen in het verhaal? Jawel, dat heb ik zeker gedaan. Ik heb ook veel vrienden, ook veel familie het hebben laten lezen. En die gaven dan kritiek. Familie heeft me echt hiermee geholpen. Ja, wat was hun kritiek? Waar heb je het meest van geleerd van hun opmerkingen? Nou, bijvoorbeeld... ik had ook een jongere die tekende ook in het boek. En die gaf me bijvoorbeeld ook kritiek met de karakter. Dat ze eigenlijk nog een beetje karakter nodig hadden. En vond je het een uitdaging? Vond je het moeilijker dan je eerst had gedacht dat het zou zijn? Toch wel. Ik dacht eerst, ja, ik ben even een weekje ermee bezig, maar het was toch wel 2 jaar. 2 jaren, dat is wel heel lang.
Maar ga je het boek nu uitgeven? Jawel, ik geef het boek nu uit. Oké, hoe doe je dat? Boombol.nl volgens mij. En nu verkoop ik het ook op Joyce Noord en Joyce Zuid en op Vaco. Oké, dus je hebt het boek ook echt laten drukken. Het kost best veel geld. Jawel. Heb je je spaarpot opengebroken daarvoor? Mijn ouders hebben me echt geholpen. Ja, mijn vader heeft gezegd, ik ga je hiermee helpen. En dan zal ik eigenlijk mijn geld ervan nemen van wat hij eigenlijk heeft betaald voor het drukken. En de rest is dat voor mij. Oké, en hoeveel exemplaren heb je laten drukken? Voor eigenlijk wanneer ik naar de universiteit ga. 1000. 1000 exemplaren. Oké, maar je hebt net... Wilt u hier een exemplaar zien? Natuurlijk. Is het duidelijk? Ja. Maar, ja, vrouw en een arm. Ik zie een vrouw, ik zie een arm, ik zie een kind. Dat waarschijnlijk achterblijft, heb ik het goed gezegd? Een beetje. Maar ik zie ook het die... Het is eigenlijk een beetje de moeder. Ja, maar ik zie ook die moeder. De moeder die brengt de kinderen naar het lichte. Oké. Okay. Ja, die moeder, die kant van die moeder is heel erg kleurrijk. En de kant van die kinderen is heel erg donker. Dus dat is, neem ik aan, waar die kinderen dus en achter... Bijvoorbeeld, nee, het is eigenlijk dat de moeder die huilt hier, als ze dat niet zo goed kan zien, omdat zij hun brengt naar het lichte en hun brengen naar het lichte, dat is moeilijk voor haar. Want zij zal daarvoor lastige dingen moeten doen. Oké, okay. Dus de persoon in het licht, is dat de moeder of zijn dat de kinderen? Dat is de moeder. Oké. Okay. En die in het donker, dat zijn de kinderen? Jawel. Oké. Okay. Ik vind het heel sterk, moet ik heel eerlijk zeggen. Er komt direct van alles en nog wat in je op als je naar de kaft kijkt. Maar wat me wel opgevallen is dat het woordje hoop in het Engels staat. Is het boek in het Engels geschreven? Nee, het boek is in het Nederlands geschreven. Oké, okay, maar waarom heb je dan hoop in het Engels op je kaft staan als titel? Omdat het hoop is waarover het boek eigenlijk gaat, maar ook een karakter in het boek heet zo. Oké, okay, dus eigenlijk is het een naam. Jawel. Oké. Okay. Wat ik interessant vind is dat je op een gegeven moment hebt gezegd dat je het boek hebt uitgegeven via een Nederlandse website. Heb je dat boek daar gepubliceerd? Jawel. Oké. Okay. En hoe is het eraan toegegaan? Moest iemand eerst erna... Het is ook Nederlands verkopen. Ja. Maar dus in principe zou je hem ook online kunnen kopen? Jawel. Oké. Okay. Dat zou je ook kunnen doen. En hoe is de selectieprocedure geweest? Is er ook nog een redactie geweest die naar het boek kijkt voordat ze besluiten om het te publiceren? Of kan iedereen dat gewoon doen? Volgens mij konden we het gelijk doen. Maar ik heb me daar niet echt zoveel bezig gehouden. Dat heeft mijn vader meer gedaan. Oké, okay, dus je vader heeft wel een beetje een begeleidingsrol gespeeld in het hele traject. Jawel. Oké, okay. Wat hoop je te bereiken met het schrijven en het uitgeven van dit boek? Ik hoop te bereiken dat jongeren meer zullen lezen en ook meer hun talenten zullen gebruiken. Bijvoorbeeld schrijven of zoiets. Ja, dan moet je ze wel eerst zover krijgen om dat ook gewoon leuk te gaan vinden. Want dat is denk ik de belangrijkste opgave in dit verhaal. Voor wie heb je dit boek geschreven eigenlijk precies? Voor de leeftijd boven 13. Maar je zei in het begin dat ook volwassenen dit boek mogen lezen. Jawel, ik heb gezien dat bijvoorbeeld ook mijn oma vond het leuk enzovoort. Ik zie dat ook oudere mensen het leuk vinden. Ja, maar je oma is biased, hè? Dat telt niet. Je oma moet alles leuk vinden wat je schrijft. Dus dat is niet echt, dat is niet echt een criterium. Ga je door met schrijven? Ik zou het wel leuk vinden om door te gaan met schrijven. Ik kijk nu nog even. Ik heb nu ook andere projecten waarmee ik bezig ben. Ja, zoals wat? Ik schrijf nu... Het is een beetje... Dus het is nog een beetje volgens mij geheim, maar ik schrijf nu een script. Voor een film? Voor een musical. Voor een musical, oké. Okay. Goed, omdat het een geheim is, zal ik niet meer vragen erover, goed? Deal? Oké. Okay. Oké, okay, is goed. D'Angelo, jouw boek Hoop kunnen we dus kopen bij Choi Noord en Choi Zuid. En wat is dat? En Vaco, jawel. En Vaco. En wat is de website waar we naartoe zouden kunnen gaan voor het boek? Boombo.nl. Boombo.nl en dan moeten we gewoon zoeken naar het boek Hoop of zoeken naar je naam als schrijver. Jawel. Ja. Nou, D'Angelo, dit is een prachtig begin van een hele mooie carrière. Hopelijk ga je hiermee door, want als je inderdaad op deze leeftijd al zo gedreven bent, dan belooft het natuurlijk alleen maar hele mooie dingen. En we kijken er naar uit wat het resultaat wordt van je musical script. En hopelijk mogen we je dan weer uitnodigen voor een gesprek.
Dat zou heel leuk zijn. Dankjewel en succes ermee. Dankjewel. Is goed. Bye. Bye bye. What we need is a little cute time. Dat was het gesprek met D'Angelo Trustvoelen, jonge man van slechts 14 jaar oud die zijn eerste boek al heeft gepubliceerd, Hoop. Vrouw en arm, dat was het begin van het verhaal. Dat heeft uitgebouwd in coronatijd tot een boek. Bent u geïnteresseerd? Choi Noord, Choi Zuid en Vaco verkopen exemplaren. En ook op Pumba.nl volgens mij is de website waar je hem digitaal zou kunnen verkrijgen. Ik zou zeggen, laten we de zaak steunen, zodat we een jong Surinaams talent kunnen blijven supporten om door te gaan op de ingeslagen weg. Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time en tot de volgende aflevering. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.